Yo guys, Job hier, aka de Tuber. Like deze video binnen 3 seconden met je rechterhand, terwijl je je linkerhand op je wenkbrauw houdt. Vandaag gaan we wat heel speciaals doen. Ik heb een carrière switch gemaakt. Dat houdt dus in dat ik vanaf vandaag geen YouTuber meer ben. Ik ben geen social influencer meer. Nee, ik ben een bankovervaller. En voor alle ouders die nu weer willen zeggen tegen hun kind, niet meer kijken, maak je geen zorgen, dit is niet de waarheid. Of nou ja, tenminste, ik ben in Roblox een bankovervaller geworden. En mijn hanenkam in dit spel lijkt op het haar van een ander, omdat iemand in mij vastzit. Wat? Oké. Welkom terug. Normaal gesproken is het doel van een hobby dat je moet proberen om ergens te ontsnappen. Maar vandaag is dat een beetje anders. Vandaag is namelijk het doel dat wij ergens in terechtkomen. En datgene is de bank. Hij staat voor mij. Ik ga naar binnen. Ik ben benieuwd of het lukt. En even kijken, wat zegt hij? Laten we een manier vinden om bovenop het dak te komen. Hey, er is hier een ander die heet ook Job. Job Sto. Nou, ik heet niet Job Sto. Laat me dat duidelijk maken. Maar dit is... Oké, cool. Nou, ik ben heel benieuwd. Dit is de bank. Wat een enorm gebouw is het trouwens, jongens. Shame, nee, dat is niet normaal. En de bedoeling is dus dat ik de kluis ga bemachtigen en dus het geld uit deze bank meeneem. In het echte leven moet je dat natuurlijk laten en het totaal niet doen, maar hier in Roblox is alles mogelijk. Ik denk dat we via de achterkant moeten kijken bij het elektrische hek. Oké. Job, ga je met me mee? Hallo Job, je kunt niet via de voordeur. Het is een bank, die is zwaar beveiligd. Je komt niet zomaar binnen als je eruit ziet zoals mij. Of als je heet zoals mij. De naam Job is gewoon geband. Alright, ik ben heel benieuwd. We zullen dus moeten kijken. Oh, dit is wel leuk, man. Hé, dit vind ik wel dope. Normaal gesproken is het heel voor de hand liggend wat je moet doen. Dan heb je gewoon bij wijze van spreken een ingang en er staat bij... Go in. En dan weet je het dus. Maar wat ik wel leuk vind, is dat het hier allemaal een beetje realistisch wordt gemaakt. Je moet zelf echt proberen om een ingang te vinden bij de bank. Je kunt niet zomaar... erin lopen. Wat normaal gezien natuurlijk heel erg mooi zou zijn als dat wel kon. In een Roblox obby. Rustig jongens. Ja, het is heel vreemd voor mij om over een bankoverval te praten alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Ik ben letterlijk een video aan het maken en ik zeg ja, bankovervallen. Ja, normaal gezien, nou ja, daar kun je niet zomaar voorin, dus dan moet je achter. Het is niet zo normaal als het klinkt. Een bankovervallen is redelijk exceptioneel. Maar in Roblox kan alles. Ik bedoel, ik heb in Roblox op eenhoorns gevlogen. Oké, in het echt ook, maar dan mag je tegen niemand door vertellen. In ieder geval, we moeten proberen om binnen te komen. Is dat daar een trap of niet? Is dat een trap? Ik weet het niet. Dat is misschien wel een leuke vraag. Ik heb een leuke vraag voor jullie. En jullie moeten proberen die te beantwoorden hier beneden in de reacties. Als je dat kan, ben je beast. Want ik zou geen keuze kunnen maken. Stel je nou eens voor dat jij in 5 verschillende soorten games de mogelijkheid hebt om een bank te overvallen. Pokémon, Mario, Fortnite, Roblox, Minecraft. Pokémon, Mario, Fortnite, Roblox, Minecraft. Ja, dat zijn ze. Waar zou jij een bank overvallen? Voordat je antwoordt, bij Pokémon overval je en krijg je pokeballen. Met zeldzame Pokémon's. In Fortnite overval je de bank. En krijg je V-Bucks. In Minecraft diamonds met emeralds. En een persoonlijke villager helper. In Roblox. Robux. En een bepaalde builder pass. Die kun je geloof ik kopen waarmee je extra privileges hebt in bepaalde minigames. En als laatste. In Mario. Mushrooms. Heel erg veel mushrooms. Waarvan je kunt groeien. Welke bank in welk spel zou jij overvallen? En waarom? Zou je een Fortnite bank overvallen? Zodat je zoveel mogelijk skins kunt kopen. En een hele hoge tier kunt worden. Heb ik niks aan, ik ben toch noob. Zou je een Mario bank overvallen? Omdat je net zoals mij redelijk klein bent. Ik ben gewoon heel erg benieuwd. Laat het in de comments weten. Alright, we gaan door. Dit is water wat onder stroom staat van het elektrische hek. Ik heb nog nooit eerder een bank gezien die een elektrisch hek heeft aangesloten op water om de boel zo te beveiligen. Lijkt me ook niet heel erg veilig voor de bewakers om hier zo te lopen. Je zou het iemand maar uit moeten laten testen. Besef dat er gewoon mensen zijn die moeten alarmsystemen uittesten als werk. Hè? Ik bedoel, dat moet wel, lijkt mij. Hè? Je moet toch een alarmsysteem uittesten voordat je zeker weet of die het doet. Heb je bijvoorbeeld allemaal lasers in je museum hangen? Bel je naar Mattie. Hé, kun je even langskomen? Ja, natuurlijk. Waarvoor? Om even te kijken of je kunt inbreken in mijn bank. Oké. Ik weet niet wat hij zou zeggen. Trouwens, by the way, ik heb gehoord dat heel erg veel mensen stoppen met spelen. Omdat dit level namelijk onmogelijk schijnt te zijn. Ik weet niet waarom, maar ik heb in ieder geval gehoord dat je hier Robux voor moet uitgeven. En daarom heeft deze game heel erg veel slechte recensies. Vind ik wel jammer. Er zijn namelijk legit obby's die dat doen. Ik wil niet zeggen dat deze obby dat doet, maar er zijn obby's die maken het dusdanig moeilijk. Dat je het niet zomaar kunt halen en dat je dus automatisch moet betalen voor Robux om het wel te kunnen halen. My hop is still alive. Oké, dus wat moet ik doen? Ik moet springen gewoon. Oh, wat? Yo, wat gebeurt er? Oké. Geronimo! Kijk, dat bedoel ik dus. Dus ik moet nu een skip stage doen. Kost mij 30 Robux, jongens. 30 Robux. Daar kan ik een ijsje van kopen. Een stuk appeltaart.
een stuk ijs met appeltaart. Ik bedoel, er is van alles mogelijk. Even kijken. Eén van deze ventilatieschachten is de weg naar de boiling room. Oké. Het is deze, denk ik. Uh-oh, nee, jongens. Mijn haren zijn eraf gehaald door deze draaischijf. Noem je dat zo? Ik weet het niet. Weet je, mijn gevoel zegt dat ik hierin moet. Let's go. Mijn gevoel had het niet goed. mijn gevoel had het niet aan het juiste eind deze keer. Oké, weet je wat? We gaan voor deze. Het is gewoon voor de hand liggend. Ik weet niet waarom, maar het voelt goed. Hey, we did it. Oké, nice. Eigenlijk is dat best wel heel erg nice. Want normaal gezien zou ik de fout waarschijnlijk nog 100 keer maken de verkeerde te kiezen. Maar vandaag is dat gelukkig niet gebeurd. Uh-oh. Oeh, jongens. We zijn in het riool uitgekomen. Oké, dat is best wel spannend. De bedoeling is dus heel simpel. We moeten alle obstakels vermijden. We mogen niks aanraken. Tenminste, we mogen wel dingen aanraken, maar geen dingen die bijvoorbeeld rood zijn of net iets boven de grond uitsteken. Tenzij het een checkpoint is, dan is het alleen maar belangrijk om het aan te raken. Oké, tot nu toe ben ik wel een aantal keer afgegaan. Oh, wacht eens even, ben ik überhaupt afgegaan? Ik weet het niet eens meer. Ben ik afgegaan, jongens? Kunnen jullie je dat nog herinneren? Heb ik nou serieus zo'n korte termijn geheugen dat ik dat niet eens meer weet? Oké, let's go, daar gaan we. 3, 2, 1. Nee! Dat was echt heel erg lastig. Dat was echt super creepy, want ik wist namelijk dat als ik die dingen zou... Oké, ik wil kijken of zij het ook kan. Come on, you got this. You got this. You got... Dit is een plaats die lekt. Ik moet weg voordat de politie mij oppakt voor Roblox haarhebbende schade. Oké, alright. Tot nu toe ben ik best blij. Ik ga even kijken of ik opneem. Want ik heb vandaag een aantal situaties meegemaakt waarin dat niet het geval was. Geloven jullie dat ik al 5 uur bezig ben met deze opname? Dat gaan jullie niet geloven. Weet je, ik bespaar jullie de details. Het was een vervelende dag vandaag. Laat ik het daarop houden. Oeh, wie is dat? Leona. Leona! Ik kom je redden! Leona? Oh nee! Jongens, ik ben doorbinnen gezaagd door een laser! That's not nice at all! Wat doe je chick daar? Even serieus, wat is haar probleem, jongens? Waarom staat ze stil? What are you doing? You need to rob the bank. Je moet de bank overvallen. Dat is de bedoeling, tenminste. Kijk, gewoon heel... heel classy liep ik er zo doorheen. Ja, ja. Even een bankje overvallen. Normaalste zaak van... Oh gosh. Oké. Als ik hier naar beneden val, zie ik mijn leven waarschijnlijk voorbij flitsen. Dat betekent een hele hoop Roblox momenten. Oké, ik zie hier dus gewoon letterlijk een aantal mega zagen onder mij. Met nog een plas lava daaronder. Alsof de falling damage en de mega zagen in combinatie nog niet erg genoeg zouden zijn. Oké. Oh, nee. Ik kom nog gewoon op het verkeerde gedeelte terecht. Zagen jullie dat? Oh, wat erg, jongens. Serieus. Dat is ook typisch iets voor mij, hè? Hé, luister. Als ik deze obby haal zonder mezelf aan kant te maken, vind ik mezelf echt een opperbaas. En dan zijn jullie dat ook. Iedereen die zijn linkerhand op zijn wenkbrauw legde en met zijn rechterhand likte, is dat dan ook. Moet ik hier naartoe? Ja, ik moet hier zijn. Oké, ik heb hier een checkpoint. That's fantastic. Links. Rechts. Ah, nee! I knew it. Waarom zeggen mensen dat altijd? Dan maken ze een fout. En kort daarna schreeuwen ze gelijk, ik wist het. Ja, waarom deed je het dan? Dat is het eerste wat mensen zich dan zullen afvragen. Oké, luister, ik ga nu gewoon op mijn wilde intuïtie af. Hey, mijn wilde intuïtie was goed. Meestal niet, maar in dit geval wel. Let's go. Let's do this. De obstakels van de bus gaan rond en rond, rond en rond. Oh, wat zijn dat? Wie is dit? En dit is dezelfde chick die net... Oh nee, laat maar. Er stond net een meisje stil bij de lasers en die lijkt hierop. Alleen die andere die heet Leona of zo. En deze die heet... Sommige namen van gamers kan ik ook gewoon echt niet uitspreken. Vooral niet als er allemaal letters in staan. Dan weet ik niet hoe ik het moet pronouncen. Hoe ik het moet uitspreken. Oké, cool. Let's go, man. Zijn we eindelijk bij het einde uitgekomen of gaat het nog verder? En dit is een best wel lange hobby. Laten we eerlijk zijn. Voor iemand die nog in één keer af is... Ah, ik ben één keer afgegaan tot nu toe. Dat moet ik eerlijk toegeven. Ja, dat is waar. Maar dat was wel bij een moment waarop ik moest kiezen tussen 3 verschillende soorten wegen. Dan ga je meestal af. Dus dat is een beetje een ding. Maar goed, maakt niet uit. We're gonna try this one more time. Oh my god, ben je echt serieus? Dit is toch erg, jongens. Come on. Hoe ga ik dit in... Oké, kom op. Jump. Oké, cool. Hier moet ik onderdoor. Oh, nee. Oh, dit is echt... Yo, dit is echt creepy. Dit is echt creepy. Want je weet dat als die dingen op je hoofd terechtkomen, dan is het klaar met de pret. Oh. Nou, het is niet klaar met de pret. De pret goes on. Oké, nou, dit is een easy stukje. Als je hier afgaat, dan ben je echt een Roblox noob. Idem ditto met dit stukje. Het is gewoon een kwestie van uitkijken voor de blauwe vlaktes. Hey, I did it! Tja, 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 ik heb de bank overvallen. Tenminste, nog niet. Ik ga dat nu doen. Yo, kijk wat er allemaal ligt, jongens. Bizar. Oké, nice. Oh, wat? Hij zegt snel, pak deze auto, maar ga weg hier. Ja, hallo! Hallo, ik weet dat ik klein ben, maar... Hey, Pipo, dat is wel een hele kleine auto, vind je niet? Jee, jou... Oh!
Oh, oké. Jeronimo! Tja! Hé, ik heb het gewoon gehaald, man, bro! Eén keer ben ik afgegaan. Dat was wel op een moment waarbij ik er zelf niet veel aan kon doen. Dat zou een gamer hebben gezegd, maar ik geef het eerlijk toe. Ik kon er wel wat aan doen. Ja, eigenlijk ook weer niet. Ik had er zeg maar niet veel aan kunnen doen, want ik had natuurlijk nooit kunnen weten dat ik daar moest kiezen. En dat ik niet gewoon rechtdoor kon lopen over de dingen. Maar ik had wel het vermoeden dat ik moest kiezen. En dat er dus elke keer eentje fout was. Wat ligt hier allemaal? Ik heb een super cool ding. Click to glide. Uh-oh. Waar ben ik? Oh. Gliden is niet mijn opperfunctie, jongens. Dat is duidelijk. Oh. Ik moet de bank opnieuw overvallen. Ja, goed. Ik had het einde benaderd. Ik heb het gehaald. Vond je dit nou een toffe video? Doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer ik op hier beneden. Laat natuurlijk even een leuke reactie achter. En geen bank overvallen, jongens. Doe je best op school. En abonneer op mijn kanaal als je dat leuk vindt. Tot de volgende keer. En adios.